We gaan de schuur even openmaken. Jeetje, wat een behaarde aap. Kunnen we dat kippetje verkopen? Kom hier. Ja, wacht, je kan hem oppakken. Welkom iedereen bij deze nieuwe game genaamd Barn Finders. Schuurzoekers. Er was ooit een programma, volgens mij is die er nog steeds op televisie. Dan kopen mensen dan een loods of een schuur of wat dan ook. En dan zitten er allemaal spullen in en die spullen kunnen ze verkopen. En soms is het heel waardevol en soms ook niet. Dat is dan weer het risico wat je dan neemt, wat je niet van tevoren weet. Dus eigenlijk een soort van gokje. We gaan een profiel aanmaken en wie gaan we kiezen? Jeetje, wat een behaarde aap. Ik vind... Hij wel gewoon lekker spontaan. Doe ik gewoon even de wingstijl, zo. Ik heb dus een profiel aangemaakt. Je ziet op de achtergrond al de game. En laten we gelijk beginnen met nieuw game. Even de opties controleren. Alles staat op zijn hoogst. Dat is mooi. Dan gaan we naar een nieuw game. Are you sure? Ja, tuurlijk ben ik zeker. Quality Games Presents. Oh, kijk uit. Serieus? Is die kip nou ergens in Amerika? 1991. Uncle Billy. De generator is dus kapot en ik moet hem gaan repareren. Usable object. Kan ik hem... Oh, die kan je gewoon aandoen. Wat leuk. Interactie. Met ook spullen die je kan neerzetten. Gadverdamme. Recycle. We kunnen recyclen. En dat levert gelijk al geld op. Dat is mooi. Zo, lekker cashje. Nu al in het begin van het spel. Wacht even. Zit hier ook nog wat in? Nee, die kan ik niet openen. We gaan naar buiten. We moeten een batterij pakken uit de auto. Dat is dan de batterij voor de generator. En dan kunnen we de computer gebruiken om jobs te vinden en ja, te gaan reizen over Amerika. Waar is de auto? Oh, kijk, daar is die en ook allemaal vuilnis. Kan ik dat al recyclen ook? Hey, dat levert weer geld op. Heel fijn. Het spel loopt heel vloeiend. Ik vind er ook gewoon mooi uitzien. Leuke vogeltjes. Deze moet even verschuiven, want anders komen we niet langs de auto naar achter. Want hier is dan de batterij. En deze batterij moet dan in de generator. En die staat dan daar zo. Yes! Ik heb een nieuwe mail. We gaan eens even hier binnenin kijken. Is hier ook toevallig mijn computer? Hier staat wel een computer. E-mail. Volgens mij is het echt nog Windows 98 zo te zien aan die venstertjes. Hey, barnfinders, oftewel schuurzoekers. Kunnen jullie een oude vriend helpen? There is a naughty stag at the old red barn. Er is een ondeugende... Is dat dan een rendier? Een stag? Denk het wel, omdat er een foto staat van een rendier. Als je dat doet, krijg je geld. $300. Nou, dat gaan we zeker doen. De job is geactiveerd. En nou denk ik dat ik met de auto die ik heb, dit is mijn trouwe auto, dat ik daarmee moet gaan reizen. Oh, zo, gewoon klikken. Ja, travel. We hebben dus geld nodig om daarheen te gaan, want het kost $50 aan benzine. Oftewel, ik moet eerst dingen gaan verkopen. Dit kost ook geld. Het kost allemaal geld. Alles kost geld. Recycle. En dat is het doel van het spel. Je moet gelijk al dingetjes gaan zoeken. Kunnen we dat kippetje verkopen? Kom hier. Ja, wacht, je kan hem oppakken. En nu? Hij is toch niet dood? Kippetje? Nee, dat is helemaal niet de bedoeling om hem dood te maken. Waarom is die... Nou, daar heb je er niks aan. Leef je nog? Oh, hij leeft nog. Oké, prima. Hij is niet dood. Geen zorgen. We hebben hier een upgrade tool ding. Added gas. Hey, als ik gas heb toegevoegd, dan hoef ik dat niet meer te kopen. Want het kost normaal $50, maar omdat ik eentje heb gevonden, kan ik hem hopelijk nu gebruiken. Ik heb in ieder geval nu genoeg dollar. Mocht ik die gas niet kunnen gebruiken, dan kan ik het alsnog even kopen. En dan kunnen we gaan starten met onze eerste missie. Dus we gaan naar de Barn Hub. We klikken daarop. Travel. Yes, kijk, dat gaat goed. Dit is heel mooi gedaan. Een beetje die artstijl, zeg maar. Heel vet. Use resources to fix items. Gebruik bepaalde materialen om dingen te repareren. Dit is de Red Barn, oftewel de rode schuur. Zit daar serieus mijn oom weer? Ja, mijn oom gaat weer mee. Die gaat echt overal naartoe. De Red Barn. En het kippetje is ook weer meegegaan, zie ik. Exploring abandoned barns. Dus dat betekent, hoe gaan we alles ontdekken als je van die verlaten schuurtjes gaat bezoeken? Als een schuurzoeker... Is het je taak om bepaalde dingen die worden gevraagd te zoeken. Dus bepaalde items. In dit geval dus een rendier, een ondeugende rendier. Of een hert in dit geval dan. Het is niet echt een rendier, gewoon een hert. Kijk ook voor andere waardevolle spullen. En kijk ook in kratjes voor geheimen. Dat is leuk. Nou, dan gaan we eens op zoek. Hey Uncle Billy. Ik ben erg benieuwd wat we hier kunnen vinden. We gaan de schuur even openmaken. Zo dan. Ook het licht invalt. Het is echt mooi gedaan hoor, die game. Absoluut. Het is wel heel erg vies en stoffig. Ik weet ook niet hoe ik deze kan openen. Heb ik geen tools of zo? Nee, niet dat ik zie. We hebben een televisie.
kunnen die als transport inschakelen. Dus je drukt dan op de T en dan wordt hij ingeladen in de auto. Ik ben benieuwd of die nu ook daarin staat, die televisie. Ik denk in die krat. Dat moet wel. We halen deze even opzij. Kastjes. Collectible. Hey. We hebben study mode. Dat is gaaf. We kunnen objecten gewoon oppakken en je kan ze dan lekker rustig bekijken. Je kan hem niet verkopen, maar ik wil hem wel eigenlijk markeren voor transport. Het is een speciaal item. We hebben ook tonnetjes, uiteraard. Ik heb hier een storage key. En sommige spullen kunnen ook gewoon gelijk verkopen. Hoeven niet gelijk te verhuizen naar de auto. Ik heb dus een sleutel. Gaan we die voor deze gebruiken? Of voor een andere deur? Misschien voor... Nou, dit kan ik zo wegtrekken natuurlijk. Dit is de achterkant. En hier ook nog allemaal troep. Kunnen we natuurlijk gewoon verkopen. Wat zit hier nou weer? Floor upgrade added. Oh, we hebben ook upgrades die we kunnen vinden. Wat is dit nou weer? Een high five wolf. Waarom? Ik vind hem cute. Ik vind hem leuk. Die gaat gelijk op transport. Die gaat mee in de auto. Blikjes kunnen we verkopen. Het lijkt me niet handig om deze op te pakken en weg te gooien. Maar ik ga het toch proberen. Komt ie? Nee. Usable object. Wat gebeurt er nu? Het is een drankje. Maar wat voor een drankje? Is het whisky? Wat is dit nou weer? Het theater? Wat is dat alweer? Uncle Billy Maker. Ik heb een achievement gekregen, dat is cool. We kunnen nog de ladder omhoog. Ik zie hier nog een... Is dit een kaarsje of zo? Ik kan hem niet oppakken, dat is jammer. Een schedel, dat valt onder junk, maar kan ik ook niet verkopen. Dit is een collectible. Die kunnen we mooi gebruiken of verkopen, dus dat is mooi. Die zit ook in de truck. En ik weet ook nog steeds niet of ik zeg maar die sleutel heb gebruikt, maar dat, daar komen we wel achter. Een poster gevonden. Hey, Uncle Billy! Ik ga naar beneden springen. Volgens mij is die auto, die pick-up truck, is meer ingeladen. Kijk, allemaal spullen. Die kip die past er amper bij, joh. Je kan ook die hooibalen oppakken, maar ja, die ga je sowieso niet meenemen. Kan ik hierachter nog even een kijkje nemen of is dat allemaal afgesloten terrein? Nee, hier mag ik sowieso komen. Er liggen ook nog wat spulletjes, vooral troep op de grond. En ik heb hier nog iets gevonden. Een collectible. Een muur upgrade. Ik heb volgens mij ook nog niet het hert gevonden, want het hert is ook nog ergens hier zo aanwezig. Maar waar die staat, dat moet ik nog even gaan uitvogelen. Kan ik hier nog wat vinden? Nee, geen deur. Hier kan ik ook niet overheen springen. Ik kan het nog proberen, maar dat lukt niet. Dus dat hoort niet bij het level. Het gaat enkel om dit gedeelte, zeg maar. Eens even kijken wat hierin staat. Een blikje met, of een flesje met bier. Hé, hey, wat is dit nou? Kunnen we ook verkopen. En daar hebben we nog iets. Dat is gaaf. Een poster. Die zat erachter verstopt. Volgens mij ben ik ook verplicht om dingen gewoon op te pakken en te kijken wat erachter zit. Wat zit in deze doos? Niks. Er liggen wat spulletjes op de grond. Het lijkt op dvd's of boeken of papieren. Vraag me af hoeveel er nog bij kan bij die auto. Maar dat merken we vanzelf wel. Er zal wel een melding komen van, er past niks meer. Dadelijk is dat hert echt een heel klein object, weet je wel. Zo'n klein speelgoed hertje, zeg maar. Nee, serieus. Zo makkelijk kan het zijn. Daar is die hoor. Met het sterretje. Daar is die. Ik heb hem gevonden. $300. En voilà. Kijk. Het job item is gevonden. We gaan weer terug met de auto naar waar we vandaan kwamen natuurlijk. En met de hoop spullen die we hebben gevonden. Wie is die meneer? Hij ziet er heel vreemd uit. Bobby Gray. Ik zal random items spawnen. Dus plaatsen. Unlock barns, now we'll have some items. Oké, als je terugkomt naar de plekken waar je al bent geweest, dan zullen er nieuwe items te vinden zijn. Ik heb 8 van de 10 items gevonden. Golden paper zat er nog eentje verstopt. Dus eigenlijk nog 3 dingen had ik moeten vinden, zonder dit. Dit ging zeker niet slecht. Inmiddels is het ook avond geworden. Vogeltjes, nog steeds vogels. Ja, nog steeds vogels. How to run your pawn shop. Unload the truck by pressing the button on the storage station. Dit zijn dus de spullen die ik heb allemaal gevonden. En de spullen plaats ik dan waarschijnlijk hierin. Oh, ik moet gewoon op die knop drukken en die man die sleept het gewoon daar naartoe. Heel fijn. Ik moet in ieder geval de computer gebruiken om dat ding te verkopen. Item catalogus. Zijn dit alle items die je kan vinden? Zo dan. Dit zijn er een hoop. Jeetje, dit zijn allemaal collectibles die je dus door het spel heen... Unlock, zag ik. Unlock? Ja? Ja, maar buddy. Die heb ik dus gevonden.
Oh, dus als je dus de items zoekt, kan je dan een compleet iets ervan maken. Dat is leuk. Dat zit oprecht leuk in elkaar. Pack and send. We kunnen het inpakken en versturen. Want dat object moesten we gaan zoeken, deze ondeugende hert. Als je klaar bent, ga dan lekker een tukkie doen bij natuurlijk je eigen kamertje waar het begon. Nou, dat gaan we zeker doen, want daar staat mijn bedje. Zo, lekker even tutteren. Wat is dit nou weer? Ik vind het zo leuk, die soort van korte animaties tussendoor. Tuesday. Nieuw e-mailtje. Een mooie frisse dag hier. Nou, lieve mensen, ik vond het ontzettend leuk om te proberen. En ik wil zeker nog een volgende aflevering maken. Laat even in de comments weten wat je van dit spelletje vindt. En tot de volgende keer. Doei doeg!